en Wout waren een meisje en een jongen en ze woonden hier in Lelystad, bij hun vader en moeder. En het gebeurde dat Ilka op zondagmorgen bij het ontbijt zei: papa, krijgen we ook een kerstboom dit jaar? Nee, zegt papa, ik heb er niet aan gedacht, maar de kerstbomen zijn heel duur dit jaar. Iedereen verkoopt Noordmania's en die zijn wel zo duur. 30, 40, 50 euro bij de Intratuin. En bij de Albert Heijn zijn ze iets goedkoper. Maar ja, daar zijn ze ook veel kleiner. Dus dit jaar, spijt me jongens, geen kerstboom. Maar Wout zag dat hij aan mama een knipoogje gaf. En mama zei: joh, maar vorig jaar hadden we wel een kerstboom. En dat was een kerstboom met een kluit. En die hebben we toen in de tuin gezet. Die kunnen we nu toch weer binnenhalen? Ja, natuurlijk. Zo was het. Want hij was goed aangeslagen. Hij was niet bruin geworden. Hij had zelfs takjes erbij gemaakt. En aan het uiteinde van de oude takjes waren weer nieuwe stekeltjes gegroeid. Het was een prachtige kerstboom. Oké, zegt papa. Dan gaan we die uitgraven. Zaterdag, als ik niet hoef te werken. En dan gaan we hem binnenhalen en mooi versieren. Och, wat duurde die week lang. Maar eindelijk was het zaterdagmorgen. En om 6 uur stonden Ilka en Wout aan het bed bij papa en mama te schudden en aan de dekens te trekken van: papa, het is zaterdag, we gaan de kerstboom binnenhalen. Oh, papa schrok wakker en wreef zijn ogen open. Hij zei: wat, het is pikkie donker, het is nog midden in de nacht. Doe het gordijn eens open. En Wout was zo goed niet om het gordijn even open te doen. En inderdaad, het was nog pikkie donker. Maar ja, nu waren ze wel allemaal wakker. Mama zei: weet je wat we gaan doen? We gaan ons allemaal vroeg aankleden. We gaan vroeg ontbijten. En meteen na het ontbijt gaan we geen boodschappen doen, wat ze meestal deden op zaterdag. Maar we gaan eerst de kerstboom uitgraven en binnenhalen. En pas daarna gaan we boodschappen doen. En vanmiddag gaan we met z'n allen versieren. En zo gebeurde het. Dus ze zaten heel vroeg aan het ontbijt. En na het ontbijt meteen de tuin in. De kinderen trokken laarzen aan. Papa trok klompen aan. En ze liepen naar de kerstboom. Ah, oh, wat staat hij er prachtig bij. Die moeten we er voorzichtig uithalen. We mogen de wortels niet beschadigen. We halen hem met kluiten al eruit. Dan zetten we hem weer in zo'n grote pot. Met wat aarde erbij. En dan na kerstdagen, na oud en nieuw, zetten we hem weer in de tuin. En dan kunnen we hem volgend jaar weer gebruiken. Uit het schuurtje haalde papa een grote schop, een spa. En kleine schepjes voor Wout en Ilka, want die moesten ook helpen. Daarmee gingen ze naar de kerstboom. En papa begon met die grote schep. Flinke, diep in de grond. Diep in de grond. En zo rondom de kerstboom heen probeerde hij hem helemaal los te maken. En de kinderen hielpen op hun manier met hun kleine schepjes. Nou, zegt papa, nou gaan we proberen of die al los is. Nou, ga ik die stam pakken. Prikte die stam van een kerstboom, maar daar was hij niet bang voor. Hij pakte die stam beet en duwde de kerstboom opzij om te kijken of die daar al los was. En dan zou hij de andere kant gaan doen. En dan misschien naar achter en naar voren. Dan de schep eronder en hem op de grond zetten. Dat was het plan. Maar zodra hij hem een keer opzij duwde, toen riep Ilka: papa, een egeltje, hou op, stop. En het was waar. Daar aan de kant, onder de bladeren, waar het open ging de aarde, daar zat een egeltje. Maar hij zat niet. Hij lag. Hij lag. Hij had zijn ogen stijf dicht. Oeh, zegt papa. Wat moeten we nu doen? Misschien moeten we de kerstboom maar gauw terugzetten. Maar ja, dan hebben we geen kerstboom. Toen zei Wout: nee papa, ik weet wat. Als we nou heel voorzichtig de kerstboom weghalen en we zetten hem daar neer. En dan gaan Ilka en ik bladeren zoeken en die doen we in de kuil van de kerstboom. En dan ga jij dat egeltje voorzichtig op al die bladeren zetten, op dat bedje. En dan doen we er weer een heleboel bladeren overheen. Dan kan hij gewoon verder slapen. Want ze wisten dat egeltjes
die lopen nooit buiten 's winters. Dat is veel te koud. Dan kunnen ze doodvriezen. Egeltjes doen een winterslaap. En nu hadden ze het ezeltje gestoord. Papa liep naar de schuur en daar haalde hij werkschoenen, werkhandschoenen, zodat hij niet de prikkels zou voelen als hij het egeltje zou optillen. En hij liet de kinderen de boom schuin houden, dat hij niet terug kon vallen. En toen pakte hij voorzichtig het ezeltje op en zette hem opzij op de bladeren. En pas toen tilde hij de kerstboom helemaal op, zette hem daar op de grond en zei hij tegen Wout en Ilka: hup, bladeren zoeken, de kuil mooi vullen met bladeren. En dat deden ze. En toen pakte hij het egeltje weer op. En het egeltje had nog steeds zijn ogen dicht. Hij was gewoon door blijven slapen, hoopte ze. En hij pakte het egeltje op en zette hem op het bedje van bladeren in de kuil waar eerst de kerstboom gestaan had. En toen gingen ze allemaal bladeren eroverheen leggen, dat je niet kon zien dat daar een kuil was waar een egeltje in zat. En als het zou gaan sneeuwen of zou gaan vriezen, dan zou het egeltje waarschijnlijk gewoon lekker warm blijven en niet doodgaan. En pas daarna werd de kerstboom in een grote pot gezet, wat aarde erbij rondom. En papa die tilde die pot op, liep ermee naar de keukendeur, door de keuken naar binnen en daar werd de kerstboom neergezet. En mama had op zolder al een paar dozen met kerstversieringen gezocht. Slingers, ballen, een piek om bovenop te zetten, al dat soort dingen. En toen ging mama met Wout en Ilka de kerstboom versieren. Ze hadden een heel gezellig kerstfeest. Ze vierden oud en nieuw. En daarna werd alle versiering weer van de kerstboom afgehaald. In de dozen gedaan, op zolder opgeborgen door mama. En de egel, die waren ze helemaal vergeten. Maar toen het voorjaar werd, toen de krokusjes gingen bloeien, toen zei Ilka opeens: hoe zou het met het egeltje gaan? Zou die dood zijn gegaan omdat we hem gestoord hebben? Of zou hij nog leven? Papa, mogen we gaan kijken? Ja hoor, zei papa, straks gaan we heel voorzichtig kijken of die er nog is en of die nog leeft. En na het eten gingen ze de tuin in en heel voorzichtig haalden ze de bladeren weg, tot ze bij het egeltje zouden komen. Maar er was geen egeltje. Het egeltje was al wakker geworden, omdat het warmer weer was. Het egeltje was weg. Was dat nou jammer of was het fijn? Het was maar goed dat het egeltje weg was, want nu wisten ze, hij is niet dood gegaan. En hij is uit zichzelf, toen het warmer weer werd, uit de kuil gekropen. Dit is mijn verhaal.